Ook ik denk aan woorden. Ik denk, oh, ik zou dat aan u willen vragen. En we mogen dat ook vragen, mogen aanschuiven. En zegt God, ik ben er. Laat onze ogen sluiten, ik wil graag voor u bidden. Dank u, hemelse Vader, dat u niet ver weg wilt blijven, hoog verheven de hemel, maar dat u dichtbij ons wilt zijn, zelfs zo dichtbij, zelfs in ons. Help ons om ons daar bewust van te zijn. Dank u wel, dat we mogen weten dat de vrouw bij de put, u veranderde haar leven, u had haar op het oog. En zo zegt u ook tegen ons dat u ons op het oog heeft. U ziet ons. U veroordeelt ons niet. De lijst van zaken waar we aan moeten voldoen heeft u verscheurd in uw genade. Het is klaar. Uw werk is volbracht. En door de ontmoeting met u mogen we oefenen in liefde. En hoe meer we lief gaan leren hebben door u te leren kennen, hoe liever we ons willen houden aan wat het beste is voor onszelf, omdat u dat weet. Dus beschrijft uw woord. En u ziet ook, Heer, lieve Heer, u ziet ons hart. En u zegt, ik lief jou. Ik lief jou zo. Ik lief jou zo. Ik hou zoveel van jou. En de woorden op de briefjes, u ziet ze ook. En we leggen ze bij u neer op tafel. Vertrouwd. Als zij in de keukentafel bij u. En dank u, Heer, dat wat voor vraag er ook bij aan die dat woord hangt, of wat voor dank, of wat voor opmerking, u wijst niets van tafel. U verscheurt deze briefjes nooit. U bewaart ze. Dank u voor oplossingen, antwoorden, bevestigingen, vrede, hoe dan ook. Het kruispunt, zoals in het bos van al die paadjes hier, wij wandelen en gaan, maar spreken uit in vertrouwen. Wij leggen het op tafel en danken voor deze ontmoeting met u. En we staan op en wandelen en vertrouwen dat u ook daar in de weg gaat. We vertrouwen dat u met ons meegaat als er misschien diep verdriet is of verlangen naar genezing of heling. Of bevestiging dat we iemand mogen zijn, niet alleen een schaap, maar ook een prins of een prinses. Dank u dat u weggaat en dat we mogen verwachten door te kijken naar u, dat u vernieuwing brengt in ons daar waar we zo verlangen naar. En we spreken uit met elkaar, met heel ons hart. We vertrouwen u. We willen oefenen u te vertrouwen, want u bent vertrouwen. En ik wil u vragen of u zo, en ieder die hier is, met uw koninklijke hand ons wilt aanraken. Ik vond het bijzonder om Maxima een hand te geven, maar hoe bijzonder is het als u ons aanraakt? Hoe hoog verheven is dat? Vraag of zo de rij langs wil gaan. En zo ieder zijn hart wilt aanraken. Zijn zijn, zijn diepste wezen. Met uw warmte en liefde. Onuitputtelijke bron van water waar we nooit dorst van krijgen. Ik wil u daarmee zegenen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dankjewel, Wilma. Ik vond het heel bijzonder dat het volgende lied daar eigenlijk feilloos op aansluit. We hebben geen contact van tevoren gehad. Het volgende lied gaat over een maaltijd, waar Heer Jezus met zijn vrienden maaltijd houdt. En ik weet niet hoe overvloedig de maaltijd er was, maar Jezus was in hun midden en dan gebeurt er wat. Luister. Thank you.
stroom.